Ik wil niet alles meer. We worden wel gebeld nog veel uit het buitenland vooral. Een beetje aparte landen. Het is dinsdagavond, klokslag 8 uur, als op de velden van amateurvereniging Dato in Vriezeveen ineens een bekend gezicht opduikt. Ben Rienstra. Goed voor ruim 300 wedstrijden in de Eredivisie, maar nog altijd zonder club. En dus houdt hij zijn conditie op peil bij de vierde divisionist. Het contract liep af bij Cambuur. Bewust voor gekozen, beide kanten. En ja, je wil fit blijven. En zo kwamen er wat clubs die belden. En in gesprek geweest. Nou, deed toch af een leuk gevoel, goed gevoel. Ik ken Mark natuurlijk, die wil me er graag bij hebben. Hij zegt, mocht je niks meer vinden wat je leuk vindt, kom dan bij mij voetballen. Mark is Mark Looms. De oud-verdediger staat dit seizoen voor het eerst op eigen benen bij een seniorenteam. En heeft zijn voormalig ploeggenoot van Heracles Almelo er maar wat graag bij. Ik ken Ben natuurlijk al vanuit mijn eigen voetbalcarrière. Hij kwam bij Heracles en uiteindelijk maakte hij redelijk snel zijn debuut. Nou ja, goed, uiteindelijk is hij ook zijn weg gegaan en ik ook uiteindelijk mijn weg gegaan. En uiteindelijk wel altijd wel contact gehouden. Als hij op het top fit is en wat hij gewoon is, wat hij ook gewoon nu laat zien op de training, dan is hij een absolute meerwaarde. Uiteindelijk wordt er kwaliteit gevraagd en nou, jongens moeten daar gewoon in mee. En uiteindelijk dwingt Ben, met name de jonge jongens, ook om daarin mee te gaan. En dat is mooi om te zien en de jongens worden uitgedaagd. En Ben is ook heel positief kritisch. Nou, en dat helpt uiteindelijk ook in de ontwikkeling van het team. Dit is een club die stappen wil maken, zeker met het eerste elftal, maar ook als club. Er zit veel jong talent zit eronder wat eraan zit te komen. We willen een stap maken naar de derde divisie. Ja, en hoe mooi kan het zijn als Ben daar een onderdeel van kan zijn. Waar Looms Rienstra graag ziet komen, houdt de middenvelder voorlopig alle opties open. Rienstra heeft de hoop op een nieuwe club nog niet opgegeven en gaat het liefst door als profvoetballer. Toch is hij ook kritisch geworden. Ik wil niet alles meer. We worden wel gebeld nog veel uit het buitenland vooral. Een beetje aparte landen. Ja, dan moet het nog wel echt financieel echt goed zijn, wil ik zoiets doen. Of er moet echt nog iets leuks komen waar je plezier aan beleeft en wat ook niet een te grote impact heeft op het gezin. Griekenland, Cyprus, Thailand, India. Ik denk als de kinderen jonger waren, Australië onlangs ook nog geweest. Maar goed, Australië trekt mij wel, alleen ja, ik trek ook kinderen mee, dus dan ga je niet voor het avontuur. Ik heb het naar Cambuur een half jaar heen en weer gereden, af en toe twee nachten daar. Ja, dan mis je heel veel thuis, anderhalf uur rijden, dat is wel pittig. Je bent heel veel weg, heel moe. En ja, dat doe ik niet meer. Qua niveau is het niet per se Eredivisie, KKD. Dat maakt niet heel veel uit. Wel wil ik plezier hebben. Dus als er iets komt uit de KKD, wat ook wel voorbij is gekomen. Dan ga je niet in de middenmotor onderin voetballen. Ik denk niet dat ik daar blij van word. Ik weet ook uit ervaring dat ik heb best wel wat transfers gemaakt. En dat was allemaal in eind augustus. Dus wat dat betreft, dan zijn vaak clubs in paniek of dan gebeurt er nog veel. Mochten zich echt geen clubs melden voor Rienstra, dan kan het zomaar zijn dat hij komend seizoen in de vierde divisie speelt. Als er niks in de profcircuit komt wat leuk is, dan is die kans aanwezig. Het is een leuke groep, leuke club, leuke mensen. En je blijft liefhebber, hè? Ik bedoel, uiteindelijk ben je ook op voetbal gegaan omdat het leuk is. Komt er niks, dan is de kans natuurlijk gewoon groot dat ik hier ga voetballen.